Stekene ligt in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. We worden warm omringd door onze buren Sinaï, Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, Moerbeke-Waas en de Zeeuwse gemeenten Hulst en Terneuzen. Hier wonen ongeveer 18.000 mensen op zo'n 4.500 hectare. Stekene is een boeiend mozaïek van 5 leefkernen. Stekene, Kemzeke, Koewacht, Klein-Sinaï en Hellestraat. Elke leefkern heeft zijn eigen identiteit met heel wat verenigingen, evenementen en activiteiten. Vind je dan ook niet dat we dit gaan moeten doen? We kunnen hier toch eens voor één keer een echt gezellig kerstfeest organiseren. Met lekker eten en feestelijk gedekte toffe cadeautjes en kerstmuziek. Vlak bij de markt, op de hoek van de Dorpsstraat en de Stadionstraat, staat het gemeentehuis. Daar worden alle Stekenaars hartelijk ontvangen. De gemeentediensten zijn daar ondergebracht in 14 teams. Welke vraag je ook hebt, hier vind je altijd een antwoord. Antwoorden die vind je ook in onze bibliotheek. In de automatische inleverbus kan je jouw boeken, cd's en dvd's op elk moment van de dag terugbrengen. Je kan er ook zelf boeken ontlenen. Dit is onze splinternieuwe sporthal, de Sportstek. Onze sporthal is het centrum voor iedereen die graag beweegt. De Sportstek ligt heel centraal met de atletiekpiste, bibliotheek, kunst- en muziekacademie en een grote speeltuin vlakbij. Dit hypermoderne sportcomplex is uitgerust voor onder andere basketbal, volleybal, badminton, minivoetbal, tennis en squash. We hebben er sinds kort een nieuwe uitdaging bij in de Sportstek, een professionele klimmuur. Die is in geen tijd razend populair geworden bij Waagse hoogvliegers.
Onder het grote dak van de Sportstek heeft ook Jeugdhuis De Kramme zijn thuisbasis. Mooi geïntegreerd in het nieuwe sportcentrum is dit de place to be voor de Stekense jeugd. De allerkleinste kunnen zich uitleven op speelplein Ribe de Bie. De speelpleinwerking staat garant voor een onvergetelijke dag speelplezier. Stekenen is een familiale thuishaven voor jong en voor oud. De nieuwe OCMW Service Flats met het gezellige woonzorgcentrum er vlak naast zijn een opvallende aanwinst. In 1513 werd voor het eerst de wekelijkse zaterdagmarkt georganiseerd nadat we van keizer Maximiliaan I in hoogst eigen persoon een marktoctrooi kregen. En sindsdien doen we dat al ruim 500 jaar, elke zaterdagochtend opnieuw. Handel drijven zit ons dus in het bloed. Stekenen heeft trouwens ook een uitgebreide KMO-zone. Je moet elke zomer beslist eens gaan uitwaaien op ons wijd en zijd bekend muziekfestival Krammerok, dat elk jaar grote namen op de affiche zet. Krammerok is in Stekenen, met meer dan 30.000 bezoekers, een van de grootste evenementen van het jaar. Wie het iets rustiger wil, fietst of wandelt door het groene Stekenen. Uitstapjes genoeg in het Willebos of in het Stropersbos bijvoorbeeld. Het Stropersbos is sinds 1999 beschermd als natuurlijk landschap. Eén uitstapje in de natuur en je weet het meteen. Stekenen is meer dan de groene parel van het Waasland. In Stekenen werd de stilte opnieuw uitgevonden. De totale natuurbelevenis trekt ook veel bezoekers aan die wat langer in de streek willen vertoeven. Die kunnen verblijven op onze drie campings: Boudelo, Vlasaard en Voorhout. Stekenen is in alle opzichten een buitengewoon recreatiegebied, ook op het water. De legendarische Stekense vaart bestaat al 700 jaar. In 1315 liet de graaf van Vlaanderen Robrecht III van Bethune een kanaal graven dat Gent met Hulst verbond. Dankzij de Stekense vaart konden de omliggende moerassen worden drooggelegd. En zo ontstond een onmetelijk groot landbouwgebied. Stekenen is een heel sociale en dynamische gemeenschap. Ja, wij weten wat gezellig feesten is, zoals op onze jaarlijkse avondfeestmarkt. Al die pittige activiteiten weten we op een wonderlijke manier te combineren met de deugddoende rust van het groen en het platteland. Wie hier woont, weet het als geen ander. Stekenen is van nature actief.